De samenleving is volop in beweging. Dat betekent ook voor onze gemeente tal van burgerinitiatieven. En bij de raad leeft dan de vraag, hoe gaan we daarmee om? Want we hebben een programma voor 4 jaar en intussen gebeurt er van alles in die samenleving. Hoe gaan wij daar als bestuur, als raad mee om? Daarvoor zijn we nu 24 uur bij elkaar. Iedereen wordt ook een beetje uit die comfortzone getrokken om te leren hoe kunnen wij met die veranderende participatiesamenleving, zoals we dat noemen, hoe kunnen we daarmee omgaan? Wat betekent dat naar de toekomst? Ik ben heel benieuwd welke ambities dit naar boven brengt bij onze bestuurders en ambtenaren. Ik denk dat het goed is om naar buiten te gaan en andere vormen te zoeken, waardoor je elkaar en beter leert kennen en ook beter weet waarom mensen keuzes maken zoals ze doen. Dus ik ben blij wat dat betreft met de ingezette koers. We zijn toch eerlijk gewend om in hokjes te denken. Dus we zullen nog wat vaker van tevoren al met elkaar, spreekwoordelijk met de benen op tafel, een probleem van alle kanten moeten bekijken. Dat je dat, als je dat daar lang genoeg over kunt hebben, dat je daar toch wel samen uit kunt komen. Ik ga ervoor zorgen dat al die participanten, of het nou inwoners zijn, ambtenaren, collegeleden, raadsleden, dat die ook op hun talent beoordeeld worden. Ik denk dat het wat allemaal wat informeler kan en dat we dat ook soms gewoon moeten doen. Dus dat geeft al aan dus dat er een bepaalde mate van anders denken en anders doen in onze organisatie heerst. We proberen wat minder huiverig voor te zijn. En we gaan proberen om structuren los te laten. Ik ben blij dat ik zie dat het ook effecten heeft op het gedrag van mijn ambtenaren. Soms een informeel gesprek daarover kan denk ik ook tot een goede visie leiden. Vooraf sneller mensen opzoeken en met elkaar bespreken waarom dat ze dingen willen zoals ze voorstellen. En dan zullen we zien dat we niet te ver van elkaar afzitten. En dan kunnen we koersen op de oplossing, de beste oplossing voor iedereen. Ik ben ook echt zelf naar buiten toe om met die initiatieven in gesprek te gaan. En veel meer te gaan denken vanuit inhoud, vanuit nieuwe werkvormen, vanuit samen ergens komen. En dat het ondernemende, waar ook in de sessies veel om is gevraagd, ook door de buitenwereld, dat het voor een deel al begint te komen, zeker al is bij mijn ambtelijke organisatie. Wij hebben een rol als gemeenteraad en die komen, van buitenaf komt dat bedreigen. Dat is helemaal weg. Tot nu heb ik dit ervaren als in ieder geval heel inspirerend. Ja, ik vind absoluut dat de politiek anders met de burgerij om moet gaan. Als ik kijk naar de gemeenschap van Horst en de Maas, er zijn heel veel denk ik mensen die echt wel kennis en kunde hebben. En die capaciteit moet je benutten. En ik denk als je elkaar daarin serieus neemt, dan weet ik zeker dat daarin de politiek, de raad, de gemeente, daar absoluut een voordeel uit kan halen. Ik vind het goed dat de politiek verandert. De maatschappij vraagt andere dingen. Dus als je burgerparticipatie voorstaat, is het niet burgers alleen participeren met de gemeentes en raadsleden, maar ook andersom, zij participeren met burgers.